We zijn hier op het Utrecht Science Park en we zijn eigenlijk midden in de fysieke leefomgeving zoals we die eigenlijk dagelijks waarnemen. Er staan gebouwen om ons heen, er is natuur om ons heen, er zijn mensen die zich verplaatsen van A naar B over wegen. En we kennen die fysieke leefomgeving heel goed in alle dimensies die ze heeft. We zijn dus gewend om in 3D naar allerlei spullen te kijken. Een gebouw als een plat plaatje, dat zou raar zijn, omdat we dat dagelijks eigenlijk zien als een 3D object. En het grappige is dat dat in de ondergrond ook is. In de ondergrond is niet één grote bak die overal hetzelfde is. Er zijn verschillende lagen die zich ruimtelijk verbreiden onder Nederland met allemaal hun eigen specifieke kenmerken. En die lagen hebben zich op elkaar opgestapeld en vormen zo een heel mozaïek aan verschillende eigenschappen in de ondergrond. Spullen verplaatsen zich van de ene plek naar de andere, gaan soms dieper of komen soms vanuit de diepte naar boven. Er zijn holtes waar je weer materiaal in kan stoppen, CO2 bijvoorbeeld, en ook dat is een 3D ruimte. Het is niet een plat vlak of een platte schijf, het is echt een 3D ruimte. Dus ook in die ondergrond moet je vanuit die drie dimensies kijken, omdat je anders niet precies begrijpt wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Om in de ondergrond te kijken worden allerlei verkenningen gedaan. We plaatsen boringen waar we materiaal naar boven halen en kijken hoe dat eruit ziet en we beschrijven dat. We plaatsen pijlbuizen zodat we kunnen meten waar het grondwater zich bevindt. En we plaatsen sonderingen bijvoorbeeld om te weten hoe sterk de grond is, zodat we kunnen bepalen of we daar huizen op kunnen zetten of een weg op kunnen aanleggen. En al die waarnemingen hebben we verzameld in een database. En de geologen bij ons instituut zorgen ervoor dat al die waarnemingen in een ruimtelijke context aan elkaar worden geknoopt. En op die manier zijn we in staat om daadwerkelijk een landsdekkend 3D beeld te maken van die ondergrond waar we dagelijks overheen lopen en waar we ons leven in hebben ingericht. Dus we hebben 3D boven en we hebben 3D onder. En als je dat bij elkaar brengt, heb je gewoon de echte 3D-wereld waar we met z'n allen onderdeel van zijn. Het licht in de ondergrond is aan en het licht zal nooit meer uitgaan.